Hoi, ik ben Johanna Nijteuver en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ga samen met Shimmer op ponykamp. Hij staat nu in zijn stal hooi te eten, maar hij komt waarschijnlijk zo meteen wel even met zijn hoofd aan het kijken wat ik aan het doen ben. Maar ik ga dus samen met Shimmer op ponykamp. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga dus van maandag tot vrijdag en vandaag is het zondag. En jullie wouden dus heel graag zien welke spullen ik allemaal meeneem. En ik ga natuurlijk ook vloggen op ponykamp. Maar dit is dus alleen de video van wat ik allemaal mee ga nemen. Je ziet niet alles, want er liggen ook nog heel veel spullen op de grond. Dus ben je nou benieuwd wat ik allemaal meeneem? Dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, we beginnen dus bij het bokje. En daar ligt dus mijn springzadel en mijn dressuurzadel. Als eerst ligt hier mijn springzadel met mijn bondje. Mijn martingaal. Mijn single die ik gebruik op buitenrit. Op deze single gebruik ik dus op buitenrit. Omdat met de buikflap. Die krijg ik dus niet heel erg goed vast. Dus iemand moet me daar wel even bij helpen op kamp. Want ja, anders moet ik maar zonder single gaan rijden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus het lukt wel. Maar ja, gewoon even iemand vragen die me wil helpen. En deze ga ik waarschijnlijk op buitenrit gebruiken. Even kijken. Ik weet het niet zeker. Want Caroline, dat is natuurlijk mijn springinstructrice. En omdat ik deze wel vast krijg, zei mijn moeder ook van, ja, kunnen we die zonder buikflap dan niet gaan gebruiken? Maar ze zei, nee, doe maar niet, want hij smurt zijn benen best wel hoog op. Dus dan zijn we bang dat hij bijvoorbeeld dit gedeelte is er dan af, dat hij dan bijvoorbeeld hier onder zijn buik dus gaat tikken. En dan nu komt het op de single, komt hier dus beschadigingen. Maar we willen het natuurlijk niet op zijn buik, want dan kan hij wondjes krijgen. Dus daarom neem ik ze alle twee mee. Ik denk dat ik alleen maar deze ga gebruiken. Maar ik kijk of ik die ook op buitenrit ga gebruiken. Maar dat zien jullie wel in de, zeg maar, weekvlog. Nou, dan ligt hier mijn springzadel van mijn Prestige. En ja, dat is gewoon mijn springzadel. Die gebruik ik altijd. Nou, daarachter ligt mijn dressuurzadel. Met mijn pet. Mijn Kingsley pet. Mijn Kingsley single. En mijn zadel natuurlijk. Want we gaan dressuren en springen. Dus ja, daar heb je natuurlijk alle twee nodig. Dan heb ik hier mijn hoofdstel, die moet natuurlijk ook mee. Ik heb teugels met deze eraan. Dat moet bij het springen. Ik neem ook nog extra teugels mee. Voor als er nou wel bijvoorbeeld een paar breekt, dan heb ik gewoon extra. Zo gewoon mijn gewone hoofdstel. En dan, mijn cap. Ik zal hem wel even laten zien. Dit is mijn cap. Hij is nu wel een beetje vies, want ik had net gereden, maar het regende. Nou, het niesje er een beetje, dus hij is een beetje nat. Maar morgen ga ik dus al op kant, dus moet ik daar nog even met een doek overheen. Want als ik er nu overheen ga, dan zie je die vlekken, zeg maar. Maar misschien vragen jullie wel af, is dit je wedstrijdcap? En dat klopt, want mijn trainingscap die is weer terug naar MEC Paardensport. Want de eerste keer dat zij ging pimpen, waren ze dus in een nieuwe gebouw. Maar daar was de temperatuur nog niet goed, dus is het eigenlijk fout gegaan door de temperatuur, zeg maar. Het was heel erg mooi, maar na een tijdje werd het gewoon niet meer mooi. Dus ze hebben hem teruggestuurd en ja, ze gaat hem morgen opsturen. Ze heeft wel al een foto gemaakt, maar hij is zo tof. Hij is echt mega gaaf. Hij is bijna hetzelfde, alleen het is een andere kleur glitter volgens mij. En hier op dit voorkantje zijn andere glitters. Ja, dus oh, ik kan niet wachten tot hij binnen is. Ik zie hem ook pas na kamp. Mijn moeder stuurt sowieso wel een foto. Dus als ze die hem waarschijnlijk naar me stuurt, dan laat ik hem ook wel even zien in de weekvlog. Want hij is mega gaaf. Ik denk dat hij ook wel zelfs voor wedstrijden wil gaan gebruiken. Maar dat zie ik allemaal wel. En hier heb ik witte handschoentjes. Dit zijn oude van mijn moeder. En want mijn donkerblauwe die liggen nog thuis. Dus die moet ik thuis nog wel even pakken om mee te nemen. Dus die moet ik niet gaan vergeten. Maar in ieder geval heb ik wel handschoenen bij. Maar ik vind die blauwe, ja, toch wel netter. Oké, mijn cap leg ik even op de grond. Dan gaan we hier naartoe. Hieronder staat ook nog een ton met voeder in. Maar we beginnen met deze emmer van Pavo met deksel. En daar zit Luzerne in. Want hij komt daar niet buiten. En daar is die. Wil je een hapje Luzerne? Oh, lekker. Ja, je mag niet alles opeten. Dan heb je niks meer op ponykamp. Nee. Oh, nu is je mijn vriend, hè? Nu kom je wel kijken. Ja,
gewoon van het grasmix van Hartog. En ja, dat heb ik in een emmer. Ik heb het ook een beetje ingeschept voor elke dag gewoon. Zoals je thuis nu ook krijgt, want het gras ja, dat is een beetje dood en het is helemaal geel. Dus dit krijgen ze bijvoorbeeld na het rijden, krijgt ze een lekkere volle schep lucerne. Dus dat krijgt hij daar ook na het rijden. Nou, dan staat hier, waar ik mijn hond op heb, staat dus mijn ton met voer. Want ik neem ook mijn eigen voer mee en er staat 1 ton. Maar jullie weten dat ik de Bix en Muesli gebruik. Maar ik heb het samengevoegd en voor elke dag gewoon wat hij krijgt schepjes meegenomen. En ik heb ze ook nog wat extra meegenomen voor eventueel ook na het rijden. Want de lucerne krijgt hij denk ik gewoon bijvoorbeeld een paar handjes overdag. Maar dat zie ik allemaal wel. Ja, het is dus gewoon mijn Bix, mijn eigen Bix met mijn eigen Muesli. Niet doen netje, hè? Met mijn eigen Muesli gemeend. En dan heb ik ook nog een voerschep mee. Mijn lijnzaadolie, want ja, die gebruik ik natuurlijk elke dag. En ik had van de week nog weer even geshopt bij Hippo Support. Want ik heb gevraagd of ze weer wat nieuwe dingetjes op wou sturen. En toen had ik dus weer nieuwe lijnzaadolie van hun gekregen. En ik had ook nog, ja, de chaps heb mee om te kwijlen. Had ik ook nog even vliegspray gekocht. En er zaten ook hele lekkere snoepjes bij. Die zitten hierin. Die heb ik dus gekregen als cadeautje. Nou ja, ik niet, je buur. Kijk. Wil je er al in proeven? Ja. Het zijn gewoon appelsnoepjes en die heb ik mee. Dus dan kan ik die ook even geven. Ja, je bent een beetje skooien. En dan, ja, voor de rest zit gewoon in de emmer. Dus het Bix Muesli. Zo. Nou, dan gaan we door naar... Hier ligt dus een bak. Dat zien jullie niet, denk ik. Nee, dat zien jullie niet. Maar als eerst ligt daar dit PK-dekje op. De gelegen groene met het zwarte randje. Ja, de champie. Met hier PK. En deze is natuurlijk ook van PK. En hier heb ik dan een mooie set bij. Dus dit is één dressuurdekje die ik meeneem. Dan is dit het andere dressuurdekje. Deze van PK van de wintercollectie in donkerblauwe. En die vind ik gewoon heel erg mooi, dus die neem ik ook mee. Een springdekje. Oh ja, want omdat je de hele week dus gaat dressuren en springen. Op maandag ga je volgens mij dressuren en springen. En de rest van de hele week ook tot vrijdag. En op woensdag ga je alleen een buitenrit. Dus ik neem wel meerdere dekjes mee, zodat het niet wat helemaal vies en nat wordt. En dat je de volgende dag weer moet gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld die andere even gebruiken. En dus dit roze springdekje van Harry's Horse. Met hier zo steentjes aan de zijkant. Dat is een springdekje. En dan ook nog het allerlaatste dekje. Dit PK springdekje. En ja, deze vind ik echt super gaaf. Die heb ik volgens mij bijna nog niet opgehad. Maar ik vind hem echt heel gaaf. Dus die neem ik ook mee. Nou, eronder ligt een krat. En als eerst ligt daar mijn bodyprotector in. Want ja, die moet ik natuurlijk wel gewoon aan met springen. Dus die neem ik ook mee natuurlijk. Dan een stapel handdoeken. Want we gaan hem dus... Nou, dat gaan we. Waarschijnlijk ga ik hem daar ook wel even een paar keer afspuiten. Of even zijn benen bijvoorbeeld. Als die helemaal vies zijn, kan je wel weer even lekker afdrogen. En dit is een extra vliegendeken. Want ze komen daar niet naar buiten. Maar deze ga ik dus heel misschien gebruiken voor het rijden. Want bijvoorbeeld op buitenrit. Want hij heeft echt enorm veel last van vliegen. Hier bijvoorbeeld ook zijn stal spreek ik af en toe ook even zijn stal in met vliegenspray. Want het is gewoon echt niet te doen voor hem. En je ziet ook echt dat hij het niet fijn vindt. En hetzelfde doe ik ook bij Popeye. Maar omdat je daar... Ik ga dus in dwingen lopen bij de Veluwe en Bos en vliegen en dazen. Daar ben je. En als hij er hier al last van heeft... Moet je nagaan hoeveel last hij er daar waarschijnlijk van heeft. Dus daar neem ik gewoon eens extra vliegendeken mee. En misschien ga ik die dan ook even omdoen naar bijvoorbeeld op buitenrit. Maar gewoon met ruurs, gewoon met dressuur springen niet. Maar misschien is deze wel handig voor op buitenrit. Dus ik neem gewoon voor de zekerheid mee. Als ik hem niet gebruik, geeft het niet. Ik neem gewoon voor de zekerheid mee dat je hem eventueel wel gewoon kan gebruiken als het nodig is. Dan liggen hier losse beugelriemen in. Want op mijn springzadel... vinden mijn moeder en ik dat er wel gewoon veiligheidsbeugels op moeten. Want die liggen thuis. Dus mijn andere heb ik eraf gehaald. En dan moet ik mijn veiligheidsbeugels thuis nog even pakken. En ik moest ook nog nieuwe beugelriemen. Dus die liggen er wel bij. Dus thuis moet ik nog even mijn veiligheidsbeugels pakken. En mijn handschoenen. Niet vergeten. Dus nou, dit zijn nog mijn oude beugels. Die neem ik wel voor de zekerheid mee als mijn veiligheidsbeugels nou niet thuis liggen. Want ik heb... Ik had volgens mij 2 paar en ik heb 1 paar met Butterfly meegegeven. Omdat ik die met hun ook heb gekregen. Dus hebben we die gewoon meegegeven. Dus ja, ik
neem ze voor de zekerheid mee. Als ze thuis nou niet liggen, dan heb ik even goed wel beugels. Niet dat je denkt van, oh jee, mijn beugels liggen nog thuis. Of ik had ze niet meer en ik ben deze vergeten. Dus heb ik ze voor de zekerheid in. Dan heb ik dit ding mee. Het is een haakje, die kan je zo aan zijn stal ophangen. Ja, ik moet even laten zien. En dan kan je er bijvoorbeeld een halster of nog een peesje op hangen. En die neem ik mee, want ja, je krijgt daar geen kastje of zo. Dus dan kan ik hier bijvoorbeeld even mijn pees aan hangen, even laten drogen. Dus deze neem ik wel mee, want ik ben er vorig jaar natuurlijk ook met Butterfly heen geweest. Dat was echt super leuk. Toen ging ik maar van zondag tot woensdag. Maar nu ga ik dus van maandag tot vrijdag. Want toen waren de kampioenschappen op zaterdag. En toen had ik Chimeur ook al natuurlijk. En die moest ik natuurlijk ook gewoon nog trainen. Dus als ik dan pas vrijdagavond laat thuis kwam en de volgende dag waren de kampioenschappen, nou ja, dan verliep dat niet heel goed, denk ik. Dus daarom ging ik woensdag al naar huis. Dus nu ga ik gewoon de hele week, want de kampioenschappen zijn natuurlijk al geweest. Dus deze neem ik mee. Hier een bakje met kalkoenen, want ze zei dat je die wel mee moest nemen. Want ze hadden een soort van lijstje gestuurd wat je wel sowieso mee moet nemen. Nou, sowieso moest je kalkoenen mee. Dus ja, die heb ik hier ook mee in het kratje. En dan hier zit een zweetteken in. Ga je mijn haar bijten? Dit is geen etenboekje. Heb je zin in? Ik ook. Nou, hier zit dus gewoon een zweetteken in. Voor als hier nou wel nat is en het is wat koeler, kan ik die even opdoen. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het elke dag bijna 25 graden. Dus deze heb ik waarschijnlijk niet nodig, maar ik neem het toch maar voor de zekerheid mee. En dan ook nog even lederbalsem eventueel. Want je gaat natuurlijk elke dag meerdere keren rijden. En ik vet mijn laarzen ongeveer 2-3 keer per week in. En nu ga ik nog 2 keer per dag rijden. Dat doe ik normaal natuurlijk ook, want dan heb ik Popeye ook nog. Maar ik neem voor de zekerheid even mee, als ik het nou wel even in wil vetten, dan heb ik het maar gewoon bij me. Nou, dan natuurlijk mijn laarzen. Ik neem mijn trainingslaarzen mee. En die zijn gewoon zwart. En ik heb die net ook nog even gepoetst, zodat ze gewoon mooi ingevet zijn. Dan heb ik hier mijn poetskist zonder deksel. Deze lag altijd in de trailer, maar ik dacht ik neem deze moment als moet ik het los doen. En ik zal ook even laten zien wat hierin zit. Als eerst zitten de babydoekjes in. Om jouw neusje schoon te maken. Ja. Ponykwijl. Een schapenbondje, een bak, een rosborstel, een spons om even af te sponsen als je bijvoorbeeld niet mag, je pony niet mag douchen daar. Zo kan je altijd even een emmer vullen en dan even afsponsen. Een manenborstel, een zachte borstel en deze wat hardere borstel. Dan dit doekje en hier spray ik dan vliegspray op en dan smeer ik het zo uit over zijn neus en over zijn hoofd. Want ik denk dat hij het niet zo lekker vindt als je met zijn hele spray over zijn hoofd heen gaat. Dus dan heb ik gewoon een vaatdoekje mee en dan zo, champ, die duwt me van het krukje af. Spuik het gewoon op het doekje en smeer ik het zo over zijn neus. Ja! Nou, vaseline, want met dit weer hebben ze best wat droge mondhoeken. En als je ook nog vaker gaat rijden, vind ik het wel even fijn dat je het gewoon even in kan vetten. Nou, Betadine voor als je nou bijvoorbeeld wel een mondje heeft. Mondspray. Een schaar. Een hoevenkrabber. En hoefolie, want Champ heeft nu ook hele droge hoeven. Dus dan moet ik die af en toe even inolieën. En dit is alles wat er in mijn poetskist zit. Dan gaan we door naar deze bak. Ja jongens, het is best wel veel. Deze bak. Hier zitten ook nog heel veel spullen in. Hier zit als eerst de nieuwe Daaseweg in die ik dus had besteld bij Hippo Support. En ik neem een hele mee, want ja, ik ga waarschijnlijk wel de hele week goed insprayen. Want even kijken hoeveel vliegen er zijn. Gewoon even goed insprayen, want ik vind het wel belangrijk dat je gewoon goed ingesprayt. Dat er geen vlekjes, dat er niet gestoken kan worden. Nou, mijn sporen. Ik neem een paar sporen mee, want met deze rij ik altijd. Zo'n zweetmes om, als ik hem bijvoorbeeld wel afgespoeld, dat ik hem even weer goed droog maak. Niet dat hij een halve zwembad is, zeg maar. Dan een extra halstertouwtje. Kan ik het plasticje wel afhalen. Deze is nog nieuw. Zo'n blauwe, die neem ik extra mee. En vorig jaar was ik natuurlijk met Butterfly heen. En er zat zeg maar niet zo'n open luikje in, zeg maar. Dus dat kon je niet openmaken, dus ze konden niet naar buiten kijken. En Butterfly had er eigenlijk echt een hekel aan. Dus daar had ik ook een extra halstertouw mee. En dat ik die zo
aan het haakje geklipt, zeg maar zo. En die andere kant zeg maar zo vastgemaakt. Dat als ik de stal erop deed, dat zo met het hoofdje uit kon kijken. Want Chameur vindt het ook wel super fijn. Die kijkt ook regelmatig heel vaak gewoon naar buiten. En dat vind ik gewoon fijn als je dat zeg maar wel kan. Nou, dan hier een extra halster. Met touw nog één. Ja, heb je maar gewoon extra. Altijd handig. En ook nog extra teugels. Dit is nog een ander touw, maar die hoef ik denk ik niet mee, toch? Dat heb ik niet nodig. Deze teugels. En deze heb ik extra mee. Dan heb ik hier ook nog mijn oranje springschoenen in. En die neem ik ook mee. Dan was dit alles wat in deze bak zat. Dan gaan we door naar een emmer. En daar zitten alle beestjes in. Oké, mijn zwarte. Mijn zwarte beestjes met springschoenen. Mijn donkerblauwe beestjes met springschoenen. Mijn roze. Met springschoenen. En dit zijn de beestjes. En dat waren dus alle beestjes die ik meeneem. Ik neem heel veel spullen mee. Maar ja, dat moet natuurlijk ook wel. Want er zitten ook extra dingen bij. Bijvoorbeeld als nou iets stuk gaat, dat je het wel gewoon kan vervangen. En ik heb in ieder geval heel veel zin in. Jij ook, Champy? Ja. Morgen gaan we dus weg en ga ik dus week vloggen, zeg maar. En ja, ik kan niet wachten tot morgen. Als je ook heel graag mee wil kijken hoe mijn ponykamp eruit ziet, moet je natuurlijk ook even die weekvlog kijken. En ik heb er heel veel zin in. Chameur ook, we gaan dus dressuren en springen. Dus ja, op naar morgen dus. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vergeet dan ook zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Nou, bedankt voor het kijken. Doei doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.